Hey allemaal en welkom bij een gloednieuwe PlanetCraft aflevering. Eigenlijk de allereerste waarbij ik daadwerkelijk ga spelen op de public server. Vanaf nu gaat alles daadwerkelijk gebeuren. Ik heb ook voor de mensen die het misschien eens gaan zien zo, er loopt hier ergens iemand rond. Ene knager of zo. Ik zag hem net. Dit zijn mijn spulletjes. Ik ben al even begonnen en toen was mijn harde schijf vol, dus toen was mijn opname corrupt. Dus jullie hebben een paar dingen gemist. Ik heb paaltjes geplaatst. Ik heb hier aan deze kant had ik wat bomen, die heb ik even omgehakt. En wat hebben we? Ik ben hier begonnen met een klein mindje. Mijn idee ook is om hier een verdieping op te zetten. Of in ieder geval een muur of een verdieping of zoiets. En dan gewoon hier, letterlijk in dit plekje, wil ik dan daadwerkelijk aan de slag met mijn prachtige mooie mine. Dat gaan we gewoon hier doen, vanaf mijn prachtige mooie dingetje. Ik ben wel benieuwd naar wat jullie tot nu toe van PlanetCraft vinden. Ik denk dat een aantal mensen misschien heel boos zijn omdat ze niet kunnen joinen. Nou jongens, ik kan alleen maar zeggen, gratis game, I know, het is rot. Maar het is ook onmogelijk natuurlijk om de 2.000, 3.000 man die wij momenteel op de server hebben. Want echt zoveel zijn het. Om die allemaal een plekje te geven. Wow. We hebben een geheime plek gevonden volgens mij. Spannend. Dit gaan we gelijk even kijken. Gelijk hakken ook. En we hebben nikkel, denk ik, hoop ik. Wat is het? We hebben nikkel gevonden. Helemaal mooi. PlanetCraft is nu daadwerkelijk live. En wat we ook zien is dat de mensen hem allemaal op een andere manier spelen. Je gaat in de chat ga je regelmatig zien dat puntje puntje was slain by. Voor mij, oh ja, Maxis Pro is daadwerkelijk doodgevallen. Maar er vallen daadwerkelijk kills. Oh shit, mijn schep is kapot. Die moeten we even halen. Omdat er dus al piraten zijn die rondom Tasmanië zitten. Kleine heads up. Dit mag. En ik weet dat voor sommige mensen het zoiets van super. Wat? Waarom zou je niet een. Hoe maak je een stone shovel? Wat? Ik wil een stone shovel maken en dat wil niet. Oké, recipe. Oh, je hebt cobblestone nodig. Ik ken letterlijk mijn eigen recipes dus niet goed uit mijn hoofd. Sorry hoor. Sorry. Zie je, ik hoor iemand. Ik zweer het je, ik hoor iemand. Eerst die even pakken. Er zit hier iemand beneden bij mij, maar ik weet niet waar. Oké, we moeten dan de recipe voor de stone shovel even hebben. De steel. IJzer. Steel. Nog een steel. Steel. Huh? IJzer. Stone shovel. Fuck, daar hebben we iron voor nodig. Dat gaan we echt niet doen, denk ik. We houden het gewoon op de wooden shovels dan maar, dacht ik. Mensen, anyway. Ik ben echt oprecht heel benieuwd wat jullie ervan vinden. We zijn nou... En dit wil niet omdat... Ik denk dat ik het weet. Volgens mij komt dat omdat je het zo moet doen. Zo. Ja. Fijn, die custom recipes, David. Waarom heb je dat gedaan? Zelfs ik weet het niet altijd. Zo vet weinig sticks trouwens. Sticks zijn nog best wel relatief duur. Doen we het zo. En dan doen we hier 3 kobbel. En dan doen we... hebben we nog genoeg hout? We hebben niet genoeg hout. Are you kidding? Zo. En zo. Ja, nou hebben we genoeg shovels. Topper. We kunnen weer. Hartstikke leuk. Best wel moeilijk. Die pickaxes zijn veel makkelijker te maken dan deze. Holy damn. Ik ben benieuwd wat jullie van PlanetCraft vinden. En ik ben ook heel benieuwd of jullie echt al een plan hebben. Of dat jullie gewoon alleen een beetje aan het minen zijn in Australië. Wat de meeste mensen doen. Is helemaal niet erg. Maar ik ben benieuwd of jullie met een compleet team gaan samenwerken. Die video's komen ook zeker nog. Waarbij ik ga kijken bij groepen die al bezig zijn. Er zijn een aantal mensen die hebben al landjes. Er zijn een aantal mensen die hebben starteilanden. En ik moet zeggen dat ik zwaar achterloop met mijn team qua aantal resources. Maar dat maakt niet uit. Want we hebben tenminste Alaska. Dat hebben we zelf geclaimd. Hebben we helemaal geen coins voor hoeven te betalen of credits. Het voordeel van de eigenaar zei dan yes. Hadden jullie waarschijnlijk ook gewoon gedaan. Maar we hebben hier natuurlijk resources genoeg. Waarschijnlijk genoeg om met alleen Alaska de game uit te spelen. Qua recipes die er ooit allemaal gaan komen. Nou ja, we moeten ook naar de maan natuurlijk. Maar oh ja, we moeten nog gaan
verstevigen. Hè? Hoe groot gaan wij onze grot maken? Dat is denk ik een beetje de vraag. Ik denk dat we hem groter moeten maken nog wel. Ja. We moeten hem nog echt wel een stukje groter maken. Of niet? Of is dit het? Nee, we gaan groter. Let's go. We maken hem gewoon groter. Volgende aflevering, dan ga ik mensen blij maken. Dan ga ik crates openen. En dan gaan jullie ook zien wat daaruit komt. Uiteraard uit de prachtige Earth Crate en de Moon Crate. En die items die ga ik weggeven aan mensen die op dat moment in-game zitten. TP ik naar ze en dergelijke. Want ik hoef natuurlijk niet zelf al die zeldzame mooie spulletjes te hebben. Ik bedoel, zwaarden en dergelijke. En gear en items. Ja joh, weet je. Dat is misschien lastig te begrijpen, omdat jullie dat niet zouden doen. Maar ik heb al Alaska. En dat is best wel een groot voordeel, dat we al met een mooi groot land kunnen beginnen. Ik kan al zonder cooldown kan ik hakken. Daar zijn mensen waarschijnlijk ook heel erg jaloers op. En begrijpelijk trouwens. Maar wat ik niet heb, dat is de wil om de hele game te kunnen ownen, zeg maar. Hoeft voor mij niet. Vind ik oneerlijk. En ik heb liever dat spelers de zeldzame gear hebben, zeg maar. Net als in MT heb ik wel een keer een leuk zeldzaam itempje gehad, maar nooit voor te lang. Ik zweer het je, hier zit een geheime ruimte onder, jongen. We moeten dit ook nog gaan verstevigen met paaltjes. Want anders, het zal maar gebeuren dat een Vanish mod hier aankomt en gewoon mijn god in laat storten. Yellow Power was slain by Metal Pipe. Metal Pipe heb ik vaker kills zien maken. Met de pink rapier. Die ziet het wel zitten volgens mij. Om te killen. Piraten. Lootkillen bestaat niet, mensen. Doen we niet aan. Lootkillen betekent gewoon killen in feite. Is dit hem? Voor mij gaan we het zo doen. Ja, oké, top. Dan gaan we dit nog even weghakken. En dat houdt dus ook in dat je echt, echt goed op moet passen. Links en rechts kijken. Voordat jij Australië verlaat met een bootje. Want ja, ze gaan achter je aan. Ze hebben pijl en boog. Ze zijn vaak met 2-3. Ja. Wat doe je er tegen? Gewoon zorgen dat je met een groot genoeg groep bent, dan doen ze het meestal niet. Of zorgen dat je een dealtje met ze hebt. Misschien moet je ze betalen. Zo van, hè? Hier heb je, weet ik veel, mijn resources voor een deal of zo. Of 2 eieren en ik kill je niet. Ik heb geen idee wat die mensen uiteindelijk gaan afspreken natuurlijk. Maar het zou natuurlijk wel grappig zijn als dat een van de onderdelen gaat zijn. Dat je gewoon betaalt en dat je niet gekild gaat worden. Ik weet het, klinkt super sneu en super lullig. Omdat jij dat natuurlijk voor gewerkt hebt. Maar ja, aan de andere kant kan ik me het ook wel een klein beetje voorstellen. Want voor heel veel mensen spelen ze de game niet om te grinden. En niet om te hakken en niet om te bouwen. Maar om mensen te killen. Ja, dat is voor hun is dat gewoon een manier. Wat gaan we gebruiken? Zullen we ook gebruiken voor dit stukje? Ik denk het wel, hè? En dan doen we denk ik in de hoekjes. Ik denk, volgens mij als ik dit zo hak hier. Ja, dit gaan we doen zo. Hop, 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 hop. En dan gaan we hier. Ook wood, zei ik. Dan hebben we mooi in de hoek hebben we hout zitten. Zo, doen we eentje hoog. En dan gaan we weer. En volgens mij is mijn pickaxe bijna kapot. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb echt zin in het avontuur, jongens. Voor mij, en ik denk dat voor vele mensen die ik hierover gesproken heb, voelt Planetcraft ook weer een beetje alsof ze voor het eerst Minecraft spelen. En ik moet zeggen dat als gamemaker, als gamebedenker, is dat de grootste eer die je kan wensen. Dat je voor mensen weer plezier in een game brengt. Dat mensen dankzij jouw idee in feite, perfecte timing dit. Dat dankzij jouw idee, dat zij een game die ze jaren spelen, in één keer weer opnieuw willen spelen en willen blijven spelen. Dus vind ik heel erg leuk om te horen in ieder geval. We gaan een stukje naar beneden tot deze mine af is. En dan denk ik we kunnen op zich nog eventjes mijn muur afmaken. Want we hebben nu genoeg kobbel. En ik wilde het uiteindelijk van stone doen. Zeg maar, deze muren zo, die wil ik dan wat hoger hebben. En dat wil ik een beetje maken van, dat kun je hier natuurlijk weer niet zien. Great. Stone! Deze dingen, bricks, die wil ik gaan maken. En dan daar zo eromheen. En dan gaan we uiteindelijk nog wel. Het ziet echt vet uit zo trouwens. En dan wil ik hele mooie, prachtige patroontjes gaan maken. En eigenlijk een beetje wat Duffy heeft. Ik heb 3 credits ontvangen. Achievement behaald. Blokken lopen. Ik heb amper blokken gelopen. Dit ding is gewoon dronken. Ze zeggen dat ik heel veel blokken heb gelopen, maar dat valt wel mee. Maakt niet uit, we willen de credits er graag bij. We hebben straks genoeg credits om gewoon nog een land te kopen. Maar dat gaan we niet doen.
Misschien dat ik mijn credits wel weg kan geven aan iemand die het heel graag wil. Dit gaat fall damage opleveren. En... Oh nee, niet eens. Oh, dat valt nog tegen. Hop, hop. En we gaan weer omhoog. Metal Pipe heeft zijn volgende kill. En dat allemaal in de tijd van één opname. Hè. Besef dat even. Deze maat die slaat er gewoon op los. En we pakken nog een beetje hout. En we gaan de volgende hoek maken. Moet ook zeggen. En dat is leuk. Want het staat, volgens mij staat het niet echt in de serverregels. Niet letterlijk. Maar ik vind het gewoon gaaf om te zien dat mensen zich houden aan de Mination bouwregels een beetje. Het hoeft niet zo strak, zeg maar. Maar waarom zit ik hier mijn tijd aan te verdrijven als ik gewoon kan stripminen? Omdat wij daar een afspraak over hebben dat wij dingen een klein beetje verdedigd, beschermd willen hebben, zeg maar. En dat doen ze hier heel goed op de service. Echt maar een paar mensen tegen wie het verteld moet worden van, hé, dit kan instorten. Huh? Instorten? Wat bedoel? Maar de meeste mensen die weten donders goed wat er bedoeld wordt. En dat vind ik echt superleuk om te zien. Oké. Dit is al redelijk veilig. Ik denk niet dat dit zomaar gaat instorten. Helemaal mooi. Dat betekent dat we naar beneden kunnen. En ik denk dat... Zullen we dit nu gaan doen? Ik ga het gewoon nu doen. Ik ga hier alvast een kleine... Alhoewel. Straks moeten we het allemaal opnieuw doen. Nee, gaan we niet doen. We moeten de stone, de cobblestone, moeten we straks gaan smelten volgens mij. Tot het stone is. En deze kan ik trouwens wel even in de oven dieven. Zo. Hoppakee. En dan gaan we er bricks van maken. En dan hebben we een prachtig mooi geheel. Oh, toch ben ik benieuwd waar die vent zit dan. Die hakkelaar. Hoe heet die? Ik ben zijn naam kwijt. Nee, die ene dus. De vallei van Kevin zo te zien. Oh, ik ben zo benieuwd. Het is Duffy. Oh my god. Het is echt fucking druk. Zijn ze landjes aan het verkopen of zo? Is er vet veel staf ook online? Oké. Waar was dat trouwens? Hier. We gaan even kijken of hier nog meer te vinden is. Nee. Houd op. Oké, top. Dan gaan we hier lekker verder minen. Want we kunnen weer een heel stuk naar beneden volgens mij. Voordat we het allemaal weer moeten gaan verdedigen en beschermen en begraven en verstevigen en dikke constructies. Hoppakee. Oh, dat is ook wel een hele leuke. Heel veel mensen vragen, David, mag ik bij Alaska? Nou, als ik je niet ken, nee. Gaan we niet doen. Geen zin in. Het is nu al een hele klus om mensen met mensen afspraken te maken. Dat ze niet bij elkaar gaan bouwen en dat soort dingen. Ik heb ook geen zin om elke kist te moeten lokken, eerlijk gezegd. Dus laten we dat vooral ook niet gaan doen. Dus nee, ik zoek op dit moment geen nieuwe mensen in Alaska. Laat dat even duidelijk zijn. Zodra we dat wel doen, ben ik de eerste die het ook uiteraard meldt van... Hey, yo. Zeg ik ook gewoon yo. Wij hebben mensen nodig. Direct. Eerste wat ik zeg. Maar wat we wel kunnen doen, is dat ik natuurlijk een heleboel resources heb. Onder andere nikkel. Maar we hebben geen tin. Tin zullen we dus waarschijnlijk moeten gaan traden met mensen. Heb jij tin? Dan zou ik zeggen, kom naar Alaska. Kleine kans dat iemand jou hier namelijk neerslaat. Want zo zijn wij niet. Dat doen wij niet hier. Vinden we stom. En dan ruil ik met alle liefde, ruil ik met jou nikkel voor tin. Of misschien wel iron voor tin. Of misschien dat je iets anders zoekt. Goud of zo. I don't know. Misschien zoek je emerald. Misschien zoek je redstone. Alles gaat op een gegeven moment veel waard zijn. Even deze hakken. Dank u wel. Op dit moment denkt iedereen namelijk dat de items voor steel, dus nikkel, koper, tin, iron, dat het meeste waard moet zijn. Diamond zit niet in een recipe, dus wat heb je aan diamond? Hetzelfde met emeralds. Nou, de website zal ook redelijk snel online zijn. Misschien al wel tegen dat je deze video's kijkt, is de recipe website live. Klein beetje vertraging opgelopen daarop, maar die is er dan. Ja, en wat kun je daar dan mee? Wat vind je dan allemaal in zo'n recipe website. Daar zie je dus onder andere dat je redstone nodig gaat hebben voor brandstof. Brandstof ga je weer nodig hebben om je lightsaber, je jetpack, je raket, om dat allemaal aan te drijven. Dus alles is uiteindelijk belangrijk. Alles. Ook kool, ook redstone, ook lapis. Alles zal uiteindelijk onderdeel zijn van een recipe. Mooie, vette bunker trouwens wat we hier hebben. Heb ik nog dingen die je kan... Ja. Ja. Ho. Kijk, hij is gewoon klaar. De nikkel, dank je vriendelijk. Die doen we hierin. Dit is onze dure kist dan maar even, dacht ik zo. Hoppakee, we hebben al één nikkel, jongens. Het gaat super. Bijna binnenkort twee nikkel. Gaat super. Volgende aflevering. Dan begin ik even met wat crates te openen. Die ga ik dan even weggeven aan mensen. En dan gaan we ook in de server hier, want we zijn inmiddels al 2-3 dagen live, ga ik laten zien hoe ver we staan eigenlijk met alles. En we moeten nog een... Of leaves hebben of ladders hiervoor. Want dit is eigenlijk best wel gevaarlijk wat ik hier doe. Besef ik in één keer.
Volgende video zullen dan ook nog eens een keer handel zijn. We gaan uiteraard rondkijken bij mensen die al aan het bouwen zijn. Dat moet je allemaal maar even kijken door te liken en te abonneren op DDC. Want dan blijf je op de hoogte van gloednieuwe video's. Kan zijn dat er soms een keer een videootje mist, zoals de afgelopen paar dagen. 1 had met de launch te maken en 2 heeft te maken met dat ik nog steeds heel erg ziek ben. Hopelijk gaat het binnenkort een heel stuk beter. Bedankt voor het kijken in ieder geval en graag tot de volgende aflevering. Doeg!